Hoi, vandaag zijn we in het vernieuwde DAF Museum. Dit is misschien wel mijn lievelingswagen. Of ja, wat is het? Het is een pick-up. Het is net geen vrachtauto, het is net geen klein autootje. Maar deze wagen is vooral gemaakt voor oliemaatschappijen die het gebruikten. En het mooie is dat er hier twee wrakken zijn hier naartoe verscheept door Netlloyd. En zo hebben ze er hier weer één auto van gemaakt. En het is echt een prachtig exemplaar. Ik zou hem zo willen inpakken en meenemen. Robert, we zijn nu in het nieuwe deel van het DAF Museum. Wat vind je ervan? Mooi ruim opgezet. Voorheen weet ik in de oude setting waren de motoren bijvoorbeeld stonden echt een beetje opgepropt. En hetzelfde geldt voor een ander gedeelte waar de militaire voertuigen stonden. Was ook heel erg dicht op elkaar, gewoon ruimtegebrek. Het nadeel is dat ik vind dat er niet heel veel nieuws of extra's te zien is. Maar het is wel prettiger qua opzet dat het nu allemaal wat meer ruimte heeft gekregen.
spiegeling, Alex. Ja, dit is uit de oude doos, hè? Ja, ik ben hier vorig jaar ook al geweest, maar het blijft mooi. Is dit de dagshop toch? Nee, dit is de bestuurskamer. Ja, hier sta ik dan tussen de twee grondleggers van DAF, Wim van Doornen en Huub van Doornen, waarbij Huub van Doornen natuurlijk de man was van de slimme uitvindingen. En we hebben een heel fijn bezoek gebracht hier aan het DAF-museum, het vernieuwde DAF-museum. Veel ruimer opgezet, de collectie is nog steeds prachtig om te zien. Voor mij, ik ben niet zo heel lang geleden ook een keer geweest, net even te weinig nieuwe dingen. Maar al met al weer een super bezoek en fijn om hier te zijn. En ik zal iedereen die het maar een beetje interesseert uitnodigen. Ga naar het DAF-museum en geniet van de prachtige collectie en de prachtige geschiedenis die dit bedrijf heeft. Vergeet niet te abonneren en tot kiekers! Surprise! We zitten er wel!